Weer terug bij, bij AZ, um, dan zie je natuurlijk al je, al je medespelers weer, uh, trainers, noem maar op. Wat is de leukste reactie die je hebt gehad tot nu toe? De allerleukste reacties? Nou, ik denk gewoon meer dat, het, uh, dat iedereen gewoon ontzettend blij was dat wij uh, ja, dit uh, mochten meemaken. En uh, ja, dat, uh, daar kwam gewoon allemaal uh, enthousiaste reacties en blikken en uh, ja, een lach, uh, lach op iedereen's gezicht. Dus uh, dat, uh, dat was het mooiste. Ja. Maar, maar heb, je, heb je een voorbeeld wat, wat iemand dan bijvoorbeeld zegt tegen jou? Um, ja, ja, mensen stellen vooral vragen, uh, veel vragen eigenlijk, uh, uh, willen weten hoe het was, uh, uh, wie de, nou, de beste spelers waren of, uh, of hoe ze op doel schieten, wat dan ook. Dat, uh, ja, dat soort reacties krijg je meestal en uh, nou ja, vele, vele, ja gefeliciteerd natuurlijk ook, dus uh, ja, dat... Uh, het uh, is natuurlijk nu pas net uh, de eerste dag dat we terug zijn. Dus uh, nog vele jongens ook nog niet gesproken. Dus dat uh, gaat nog wel komen, deze, deze uurtjes. Ja, dat gaat nog wel even door. Um, als je terugdenkt aan anderhalve week uh, bij Oranje, wat, wat komt dan als eerste naar boven bij jou? Uh, dan komt echt vooral. Uh, nou, ja, misschien wel de overwinning tegen Portugal, uh, wat toch wel uh, ja, echt, echt super mooi was. Uh, voor de rest het, uh, het niveau, wat. Uh, uh, wat daar gehaald wordt bij, uh, bij een Nederlands elftal, dat, uh, ja, dat, dat, dat spreekt me wel aan. Uh, en voor de rest, uh, ja, we hebben veel getraind, hard getraind. En uh, ja, gewoon een hele mooie en gezellige week ook uh, met elkaar uh, gehad. Dus dat is wel, uh, dat is wel heel fijn. Um, uh, je zegt uh, veel getraind, hard getraind. Wat voor een indruk heb je, denk je, uh, achtergelaten? Ja, ja, ik heb gewoon alles gegeven. Ik heb mijn best gedaan. Ik, heb, uh, ik denk mijn rol zo goed mogelijk ver, vervuld. En natuurlijk uh, ja, is het altijd even wennen als je voor het eerst uh, en als je nieuw bent erbij. En, uh, dus het is dus even een klein beetje aanpassen. Maar uh, ik denk dat het op zich heel snel gegaan is. En uh, ja, binnen een paar dagen uh, uh, gewoon volledig uh, ja, aangesloten was en, uh, en uh, getraind heb. Dus dat, uh, ja, ik denk dat het gewoon, uh, gewoon prima, en uitstekend was. Uh, Gustil, Woudweg was uh, hun debuut gemaakt. Uh, uh, jij twee wedstrijden uh, aan de kant gezeten. Ik kan me voorstellen, als je normaal gesproken reservekeeper keeper bent, dan bal heel erg. Hoe was dat nu? Nou, nah, dat was nu totaal niet. Uh, het, lijkt, ja, het is sowieso heel moeilijk om als, uh, als, als keeper, sowieso, als, als, als reserve-doelman, het veld in te komen. Überhaupt. Je weet dat je niet gaat wisselen in de rust of in de uh, in 80 s 90 minuten. Dat, dat, dat doe je niet. Dus, uh, dus nee, dat, uh, dat was ook helemaal geen probleem en uh, ik denk dat lijkt me ook volstrekt logisch. Dat, uh, daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Uh, tuurlijk zou ik ook uh, mijn debuut willen maken of zou ik ook een wedstrijd willen spelen, maar uh, ja, wat, uh, wat ze zeiden is, uh, is uh, gewoon uh, rustig gaan wachten en, uh, en dat moment of die kans dat komt ooit wel. Dus dat, uh, ik maak me geen zorgen over dat het niet gebeurt. Ja. Dan zit je aan de kant um, en dan zie je al die wereldsterren zoals bijvoorbeeld Ronaldo. Hoe ervaar jij dat? Ja, het is totaal geen moeite mee. Prima, ja, leuk dat ze er rondlopen. Het uh... is toch wat anders dan normaal gesproken in de eredivisie? Ja, zeker, natuurlijk. Uh, je kijkt wel eventjes naar ze van: oké, okay, wat doen hun nou echt anders dan dat wij doen? Of, uh... Dat is. Nou ja, ik zeg dat, daar kijk je naar. Maar, maar uiteindelijk uh, ja, scheelt, het, uh, scheelt het helemaal niet zo heel veel. Ze doen helemaal geen andere dingen. Ja, ze, hebben, ze hebben gewoon ontzettend veel kwaliteit en, uh, en talent. En uh, ja, ze zijn natuurlijk uh, wereld, uh, wereldtop. Dus uh, ja, echt ontzettend goed. Maar uh, ja, je ziet zelfs dat ook. Uh, nou ja, zeg maar dan wij in het totaal ook zulke jongens kunnen, kunnen bespelen en uh, zorgen dat ze in ieder geval uh, geen goede, goede rol vervullen in het, uh, in het Portugese elftal. Dus ja, uh, dat, uh, dat is mooi om te zien dat het ons ook gewoon uh, lukt. Ja. Uh, je zei het net al, als je terugdenkt aan die uh, anderhalve week, Portugal was wel een heel mooi moment. Uh, wat, wat heeft dat losgemaakt? Want ik denk, menig fan had dit natuurlijk nooit verwacht: 3-0 winnen van een Europese kampioen. Wat, wat heeft dat gedaan met de selectie? Nou, ja, ik denk dat dat gewoon even een stuk vertrouwen boost geeft sowieso. En verder, uh, ja, uh, ja, veel blijer gezicht. Ja, in ieder geval uh, uh, brengt je als groep even iets dichter bij elkaar een overwinning. Zeker zo eentje. Uh, ja, ik denk dat je gewoon met een iets lekkerder gevoel uh, sowieso weer naar huis gaat. Hè? Want de dag na gingen we gelijk weer naar huis. Dus dat uh, heel veel tijd om na te genieten hadden we ook niet. Uh, nee, het brengt je gewoon even iets meer bij elkaar. En het geeft gewoon uh, enorm veel vertrouwen in de groep en uh, in, het, uh, in het idee en proces waar, uh, waar, waarmee we bezig zijn. En dat is gewoon heel belangrijk. Op naar uh, de volgende interland. Op naar de volgende.